De kwasten aan het Admiraalsplein en het Dordtse Wielwijk blijven vandaag onaangeroerd. Een groep schilders van Kloet Vastgoedonderhoud start hier de stakingsactie. Dit is een vrij grote klus, ja. We hebben hier 9 flats, allemaal VVE's. Ze noemen het hier de zilvervloot. En daar zit aardig wat werk in. Maar dat legt nou stil. Ja. Hoe vervelend is dat? Nou, ik denk voor de werkgever vrij vervelend. En voor onszelf ook, want wij doen liever ook die staken. We hebben niks tegen het bedrijf. We willen gewoon een goed CAO, daar waar we recht op hebben. Volgens de vakbond FNV Bouw gaat het om een waarschuwingsactie die zich uit zal rollen over het hele land. Als je wil vechten, doe dat dan, want het is nu je kans. Schilders die het werk neerleggen, hoe bijzonder is dat? Ja, dat is heel uitzonderlijk. U hoort het enthousiasme al en dat is beginnend enthousiasme. Schilders die werken vaak met kleine clubjes, heel dicht op de werkgever. Het zijn ook vaak kleinere bedrijven. En die zijn enorm loyaal aan hun werkgever en aan de opdrachtgevers. Dus die leggen niet snel het werk neer. En nu doen ze dat wel, want deze schilders zijn gewoon hartstikke boos. Omdat ze zich aan de kant gezet voelen door de werkgeversorganisatie. Werkgeversorganisatie Onderhoud NL heeft cao-afspraken gemaakt met de Landelijke Belangenvereniging. Een vakbond met maar weinig leden in de schilderssector. De schilders voelen zich hierdoor buitenspel gezet en zeggen erop achteruit te gaan. Allemaal? Hoe lang gaan we door? Oké, tot het eind. De reiskostenvergoedingen worden minder. De oude lullendagen, zoals we dat dan noemen met een mooi woord, die worden steeds minder. Straks hebben we helemaal niks meer over. En dat zal toch niet de bedoeling mogen zijn. Gaan we ervoor? Ja! De werkgeversorganisatie noemt de staking onrechtmatig en overweegt juridische stappen tegen FNV Bouw.